Ja, Erwin, je hebt je toernooi nog een beetje glans gegeven vandaag. Gewonnen van Twan Burg. Aan de andere kant, het is de jongen die onderaan staat in het toernooi. Overigens na een redelijke start. Maakt dit je toernooi goed? Want ik neem aan dat je met hogere ambities dan 50% hier naartoe was gekomen. Nee, zeker. En ik had ook wel het idee dat ik best wel redelijk speelde eigenlijk. Maar dat ik iets te weinig punten maakte. Dat is een feit. Maar vandaag had ik natuurlijk gewoon heel veel geluk. Want na de opening, eigenlijk alle pech die ik dacht te hebben eerder, kwam vandaag wel in omgekeerde vorm terug. Want vandaag kwam ik gewoon heel goed weg tegen. De opening sloeg nergens op. En hij krijgt gewoon een enorm groot voordeel. Hij heeft zelfs één directe winst laten liggen. Dus achteraf ja, 50%. Ja, het is niks speciaals. Maar na die derde ronde nederlaag tegen Jordan wisten we dat het lastig ging worden natuurlijk om nog echt voor meer te gaan. Dus ik probeerde gewoon mijn toernooi. Ik had nog steeds idee dat ik gewoon normaal speelde. En ik kreeg ook goede stellingen tegen Ivan, tegen Benjamin. Maar goed, uiteindelijk 50%. Ja. Ja, want hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Jij bent dan secondant van Anishkiri. En dan ga jij hier een NK spelen. En wordt er van tevoren even vergaderd over wat je wel en niet mag spelen? Nee, de meeste dingen... Dat voel je zelf al aan. Ja, de meeste dingen wijzen zichzelf al. Ja, echt de grote dingen die wij voorbereiden voor de toernooien, die speel ik niet. Bijvoorbeeld zo'n set als B3, wat hij laatst tegen Aronian speelde. Dat had ik niet hier moeten spelen. Nee. Maar dingen die al wat meer bekend zijn of openingen die hij niet speelt, dan mag je gewoon... Daar ook niet heel, hij doet er ook niet heel moeilijk over, maar ik kan me voorstellen als je voor om de... Bij zichzelf meestal wel op bepaalde systemen die we echt bekeken hebben voor de grote toernooien, bepaalde nieuwtjes, belangrijke nieuwtjes, ja, die mag ik niet, of mag ik niet, die, ja, dat zou ook raar zijn. Hij huurt mij in om dat werk vorm te doen en dan ga ik er zelf mee vandoor, dat zou een beetje raar zijn. Ja. Lijken me hilarische toestanden mogelijk, dat je in een stelling waarvan je weet wat een winnende set is, dat je dan maar een verliezende set doet. Nou, soms is het, dat je, ja, moet je een beetje het dingetjes ontwijken en zo, dat is wel eens een beetje, maar over het algemeen... Het hindert je dus niet hier in je spel en je resultaat? Nee, want ik heb gewoon mijn eigen repertoire en dat loopt verder prima. Dat is geen punt. Okay. Nou, dan is de vraag, tot slot, wanneer ga je nou eindelijk eens een goed NK spelen, Erwin? Nou ja, goed, ik had natuurlijk een aantal hele slechte NK's. De laatste 2 jaar ben ik op 50% geëindigd. Dat is niet... Dat is niet bijzonder, maar dat is ook niet extreem. Je hebt een keer -1 of zo het jaar ervoor, geloof ik. Ja, ik bedoel, nou goed, de laatste 2 jaar. Vorig jaar was ik volgens mij derde, samen met Erik. En nu deel ik denk ik weer de derde plek. Ja, dat is geen droom, maar het is in ieder geval niet meer zo slecht als een paar jaar terug. En ik hoop dat ik een beetje langzaam de weg naar boven heb gevonden. Maar het zijn altijd een paar... Ik vraag partijen tijdens een toernooi, bijvoorbeeld een partij tegen Jordan. Ja, die kan ook de andere kant opvallen. Dan heb ik misschien een heel ander toernooi, maar... Ik ben best tevreden over hoe ik gespeeld heb in ieder geval. Dat voelde wel goed. Ja. Ik vraag het, Erwin, omdat er zijn een heleboel grootmeesters van jouw generatie. Jij bent eigenlijk de enige van die generatie die successen echt boekt. Jij wint toernooien. Hè? Je bent een dieren, je rijk, je fik. Jij boekt grote overwinningen. Die andere jongens niet. En hier lukt het maar niet, denk ik. Dan word een keer Nederlands kampioen. Volgend jaar kom ik weer terug. Prima, oké, daar houden we het op.